van Lucky Bastard. Vandaag zit ik hier samen met Geert en Marieke van de Spelletjesvrienden. En we gaan een top 10 maken, of die hebben we al gemaakt eigenlijk, wat betreft spellen die wel naar onze mening te weinig waardering krijgen, onderschat worden. Had ik dat goed samen? Zeker. Zeker, ja. Die zijn helemaal underrated. Ja, de underrated top 10. Bij mij op nummer 10 staat het volgende spelletje. Ik weet niet of jullie het gaan kennen. Grafwell. Niet gespeeld. Dus niet super bekend. Maar bij het maken van mijn top 10 heb ik wel rekening gehouden met hoeveel mensen hebben erop gestemd. Want ja, er zijn waarschijnlijk... ik heb de Board Game Geek ranking gebruikt om mijn top 10 samen te stellen. Jullie misschien ook? Ja. En dan heb ik even vergeleken, maar ook, ik heb wel rekening gehouden, als een spel bijna niet gekend is, dan kan het natuurlijk ook niet veel liefde ontvangen. Deze heeft toch wel, even kijken, 3000 mensen hebben erop gestemd. En een gemiddelde score leverde dat op van net iets onder de 7 op 10. Terwijl bij mij is dat een van mijn favoriete racespellen. Wat ga je hierin doen? Ja, het is een beetje knotsgek eigenlijk. Je gaat wel racen voor het eerste te ontsnappen uit een zwart gat. Maar je wordt de hele tijd door elkaar aangetrokken door de zwaartekracht. Dus je gaat kaartjes spelen. Iedereen gaat synchroon spelen. Er staat altijd een letter op van het alfabet. Of ja, eigenlijk een chemisch element, maar komt overeen met de letters. Dus wie een A speelt, die zal eerder zijn kaartje uitvoeren dan de andere. En dan ga je een aantal stappen afstoten of aantrekken. Als je gaat afstoten, ga je altijd afstoten van het dichtstbijzijnde schip. Maar doordat de andere ruimteschepen gaan bewegen ten opzichte van elkaar, kan het dichtstbijzijnde schip ineens een ander schip zijn dan je had verwacht. Dus het loopt eigenlijk gigantisch mis ook soms. En dat maakt het ook een grappig spelletje. Want je gaat de hele tijd rond elkaar eigenlijk cirkels afstoten, aantrekken. Er gaat nooit iemand volledig weg ontsnappen en ja, de race winnen. Alles kan in het spelletje en dat vind ik er leuk aan. Klinkt dus naar een leuk thema ook, een origineel thema. Ja, het is... Ja, goed gevonden eigenlijk wel, ja. Dus dat is mijn nummer 10. Kijk, goede keus. Ja, bij ons staat op nummer 10 staat het spel Aftermath. Die is vorig jaar uitgekomen. Die ken je misschien wel. En dat is gehoord, een spel waarbij je eigenlijk een boek hebt met verschillende pagina's. En elke pagina is weer een nieuw stukje van het verhaal. En hij wordt wel heel goed beoordeeld, maar we merken wel dat hij nog niet heel erg hoog staat op de ranking. Dus wat ons betreft zou die wat hoger mogen. En ook de tekeningen zijn echt prachtig. Daar vergeet de miniaturen niet, want er zitten dus super veel miniaturen bij. Ze zijn best wel groot voor miniaturen, maar ze zijn zo schattig. Ja, je volgt eigenlijk een stel dieren die in een post-apocalyptische world proberen te overleven. En die proberen eigenlijk de wereld om hem heen te ontdekken. Ja, wij vonden het echt een van onze favorieten. Ja, zeker. Wauw. Ja, ik moet hem precies spelen dan. Zeker, aanraden, absoluut. En hoe komt het volgens jullie dat hij niet zoveel liefde krijgt? Ja, weet ik niet. Ik snap er eigenlijk niks van, want het ziet er heel aantrekkelijk uit. De regels zijn niet super moeilijk, dus ik begrijp het eigenlijk niet. Nee, ik ook niet. Ik wil niet meer echt hopen wat ons betreft. Bij mij staat het volgende spelletje op 9, Spirium. Het is een spelletje dat ook wel al door 5000 mensen minstens gekend is. En ja, het is een soort van worker placement, maar toch met een twist erop. Want je gaat de acties die je gaat uitvoeren, je gaat de mannetjes in eerste plaats al plaatsen tussen verschillende kaarten. Dus heb je eigenlijk een 3-op-3 raster. En ken je het spelletje? Nee, oké. Okay. Ja, je bent zo aan het knikken, dus wel, misschien dat jullie het kennen. Een 3-op-3 raster en dan ga je eigenlijk de mannetjes tussen twee kaarten zetten. En op het moment dat je ze ervan af gaat halen, ga je een van die kaarten meestal kopen. Ieder mannetje van een tegenstander of van jezelf dat ook rond die kaart staat, maakt die kaart duurder. Dus timing is echt cruciaal in het spel. Je kan ook zeggen, ik haal er een mannetje vanaf en in plaats van een kaart te kopen, ga ik voor ieder mannetje dat er rond staat, ga ik één muntje krijgen. Dus dat is ook een manier om geld aan geld te geraken. Ja, spannend, want ja, het is echt de keuze maken van wanneer ga ik beginnen met mijn mannetjes ervan af te halen. Want je mag niet zomaar kiezen van ik ga nu één erop, één eraf. Nee, het is eerst alles erop en als je zegt van oké, nu ga ik overschakelen naar de volgende stap, kan je ze één voor één ervan af gaan halen. Best wel definitief voor
wanneer je dat gaat doen. Ja, 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 ja. Het is, ik zeg het, timing is echt alles in dit spel. En ja, je probeert dan goede kaartjes te kopen eigenlijk, waardoor je... Het is een soort van engine builder ook wel. En ja, dan probeer je op zoveel mogelijk manieren punten te scoren. Ja, je zit echt veel in het spelletje en het duurt eigenlijk niet zo lang. Het zijn 6 rondjes, dus 6 keer ga je een raster van 3 op 3 kaarten. Als dat afgerond is, dan, ja, dan hoop je voorop te staan. Maar ik ben eigenlijk heel slecht in het spel. Dus ik heb denk ik nog niet vaak gewonnen, als ik het al eens heb gewonnen. Maar ik vind het wel een spannend spel. En ik ben tegenwoordig ook online aan het spelen, want op Boardgame Arena is het beschikbaar. Dus ik zou het zeker eens daar testen en dan als het je aanstaat, opzoeken. Het is nog wel redelijk gemakkelijk te vinden, want ik ben blijkbaar een van de weinige fans. Nou, bij ons staat op nummer 9 staat een spel dat eigenlijk wel heel bekend is, maar wat wij merken dat langzaam weer aan het zakken is uit de lijsten van Boardgame Geek. En dat is Time Stories. Ja, bij Time Stories ga je, ja, dat is natuurlijk wel bekend, maar dan ga je eigenlijk in verschillende hoofdstukken, dan loop je eigenlijk verschillende onderdelen van de geschiedenis. En bij ons begon de liefde voor coöperatieve spellen, begon bij Time Stories. Dus we vinden het ergens een beetje pijnlijk dat je langzaam uit de lijsten wegzakt en wat minder beoordeeld wordt. Dus we willen het toch nog even onder de aandacht brengen. Ja, precies. Ja, gewoon terug in die lijst, want het is een hartstikke leuk spel. En ja, bij ons heeft hij gewoon een zwak, want bij ons begon inderdaad de liefde voor coöperatieve spellen met Time Stories. Dus het kan echt niet dat dat spel wegzakt, dat mag gewoon niet. Dus vandaar op 9 Time Stories. Ja, ik zag het ook langzaamaan wegzaken. Het staat niet meer in de top 100, terwijl het vrij hoog heeft gestaan. Ja, mag echt niet. Nee, dus koop dat spel, mensen. Ja. Het is echt een aanrader wat ons betreft. Wat mij betreft ook eigenlijk. Maar speel je met 2? Ja. Ja, dan heb je meerdere karakters. Dan heb je 2 karakters. Dus op die manier speelt het eigenlijk ook met 2 spelers wel heel leuk, vind ik. Want ja, op die manier heb je toch nog meer diversiteit. Want ik zou hem persoonlijk aanraden met 4, maar ik heb hem natuurlijk nooit met 2 gespeeld dan. Met 4 mensen heb je denk ik wel dat je net wat bij sommige regels, als je bijvoorbeeld dingen geheim moet houden voor elkaar of zoiets, dan is het denk ik met 4 wel leuker inderdaad. Maar ook met 2 was het wel prima te spelen. App nummer 8. Jullie kennen waarschijnlijk wel het spelletje Love Letter. En dat komt zo in een zijdezachte zakje als je de juiste versie koopt. Nu, dit is niet Love Letter, maar het is wel hetzelfde soort zakje. Empire Engine. Nee. Lekker compact. Ik ga eigenlijk gewoon wat componenten tonen, want dat maakt het gemakkelijker om het uit te leggen. Iedere speler heeft in het spelletje eigenlijk 2 van deze kaartjes waarop acties staan. En dat zijn eigenlijk tandwielen, dus je gaat die draaien. En die liggen in een bepaalde positie en dan heb je ook allemaal 2 kaartjes met cijfertjes op. 1 en 2. Dus iedereen gaat quasi gelijktijdig bepalen van oké, waar leg ik mijn 1, waar leg ik mijn 2? En dat is het aantal posities dat die tandwielen opschuiven. En daarmee bepaal je dus eigenlijk welke acties je kiest. Maar er zijn ook acties zoals je buren aanvallen, linkerbuur, rechterbuur. Dus je moet echt heel goed elkaar in de gaten houden wat ze mogelijk kunnen doen. Je kan dan ook nog weer variëren door er een blokje voor te betalen, want alles werkt hier met blokjes in het spelletje. Dat zijn ook de punten uiteindelijk. Maar als je een blokje betaalt, kan je toch van een 1 een 0 maken of van een 2 een 3. Dus er zitten nog wat... Ik ben nooit niet zeker dat het enkel 1 en 2 gaat zijn. Ik vind het een heel compact spelletje met relatief weinig regels, maar toch veel diepgang. En ik vind het altijd wel leuk om te spelen. Dus ik kan niet zeggen dat mijn favoriete spel ooit is, maar het is wel, het krijgt maar een 5,6 op BoardGameGeek en dat vind ik echt te weinig. Ja? Staat maar op positie 6800. Wow. Belachelijk laag. Ja. Dus dit spelletje verdient echt wel meer liefde dan dat. En vooral veel diepgang voor het formaat, want daardoor kan je wel een wat uitgebreider spel meenemen op vakantie bijvoorbeeld. Want vaak zijn die kleine spellen wat simpeler. Ja, voilà, inderdaad, ideaal. En het duurt ook niet te lang of zo. Dus het is echt een onderschat spel en daarom hoort het hier thuis. Nou, perfect voor in deze top 10. Wat is jullie nummer 8? Onze nummer 8, dat is deze jongen, Rome. Die is vorig jaar uitgekomen. En die is gemaakt door iemand waar wij erg fan van zijn, namelijk, als ik het goed zeg, Ryan Dalcat.
Ja, die kennen we van Near and Far en van Above and Below. Ken je misschien wel? Ja, ik zeg het aan de tekenstijl, maar ik ken het spel zelf. Ja, precies. Dat doet hij ook zelf. Echt geweldig artwork. Maar dit is een super simpel spelletje met echt veel diepgang. En het werkt heel simpel, ook met blokjes, eigenlijk net als jouw vorige spel. Maar wij spelen het echt heel graag en het speelt heel lekker weg. En ja, er zit gewoon heel veel diepgang in dit spel. Ja, klopt. Want als je hem neerlegt, dan leg je 6 kaarten in het midden van de tafel neer. En dan moet je proberen met blokjes eigenlijk een meerderheid te krijgen op al die kaarten. Als je meerderheid hebt op zo'n kaart, dan mag je die kaart pakken en dan wordt die bij de andere kaarten die je voor je hebt liggen gevoegd. Dus op die manier om meerderheid proberen te krijgen op de juiste kaart, dat geeft wel echt veel diepgang, vind ik. Zeker voor zo'n klein spel. Dus wat ons betreft mag je wel wat hoger in de lijsten. Ja, kan je echt een lekker molletje mee opbouwen. Ja, oké. Okay. Leuk. En ja, Ryan Lockett, dat is altijd de moeite om eens een keer te testen omdat of dat iets leuk is, want meestal is dat wel top. Zit er ook een verhaal in of zo? Nee, dat niet. Nee, bij deze niet, maar ik zie wel de karakters terugkomen qua artwork die je ook weer in Above and Below en Near and Far ziet. Dat was wel grappig. Ja, dat is ja, heel in dezelfde wereld eigenlijk. Ja. Op 7 staat een spel dat ik de laatste tijd terug weer wat meer aan het spelen ben, maar het is eigenlijk al een klassieker. Flux. Het krijgt geen goede score. En enerzijds begrijp ik het wel, want als je aan een spel begint, weet je niet zeker hoe het gaat eindigen, waar het naartoe gaat gaan. Dus ik begrijp wel dat niet alle mensen het een goede score gaan geven. Maar toch, het heeft iets unieks daardoor. Het kan frustratie opleveren, maar ik vind het echt een spelletje waarbij de geluksfactor niet storend is. Het is eerder grappig. Je gaat eigenlijk zelf de regels bepalen van het spel en die veranderen gedurende het spel de hele tijd. Je weet niet wat je gaat moeten verwachten als je eraan begint, maar ik vind dat het beter mag scoren dan de 5,5 en een 8000ste plaats op Boardgame. Nee, dat vind ik een beetje te zwaar. Te zwaar verdikt voor dit spelletje. Ja, we hebben een aantal keer gespeeld ook en het is gewoon een heel hilarisch spel. Dus ja, ik vind ook dat hij over moet staan. En zeker voor zo'n populair spel, want hij is best wel populair. Dus dan snap ik niet goed hoe hij op een lage score komt. Ik zie dat er 15.000 mensen op gestemd hebben. Dus dat is toch wel een redelijk groot aantal. Ja. Onbegrijpelijk. Goed voor deze lijst. Ja, dat is de bedoeling. En jullie? Ja. Nou, onze nummer, even kijken, nummer 7 zijn we ondertussen. Dat is Valse Motten. En dat is een heel klein, super grappig spelletje, wat ook niet zo'n hele hoge beoordeling krijgt, maar dat vinden wij eigenlijk onterecht. Ja, en die valt eigenlijk wel een beetje in diezelfde categorie qua partyspellen. Dit is namelijk een spel waarbij je opzettelijk vals moet spelen. En dat zorgt vooral voor heel veel hilarische lachbuien altijd. Ja, klopt inderdaad. En je bent aan de ene kant aan het leegspelen met gewoon de regels die het spel heeft, zeg maar. Aan de andere kant mag je ook de kaarten wegfrommelen of wegmoffelen in je bijvoorbeeld in je trui of in je broekzak. Ja. Zonder dat iemand het ziet, dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, en dat vind ik echt een uniek thema. En wat mij betreft mag die veel verder zijn. We merken altijd dat heel veel mensen het heel leuk vinden om dit spel te spelen. En aan het einde van een potje toof iedereen een kaart uit zijn mouw en uit zijn capuchon. En op schoten de hele grond ligt bezaaid met kaarten. Dus dat is echt heel grappig. Dat klinkt als een spelletje waarbij je op tijd toch eens moet natellen of je alle kaarten terug hebt. Ja, zeker! Ja, er liggen er vaak op de grond nog maar. Dus ik weet niet of we alles nog in het doosje hebben, maar het is nog speelbaar. We hebben nu een paar kortere spelletjes gehad, maar nu ga ik over naar een zwaar spel. New Angels. Wauw, ziet er tof uit. Mooie koffer. Het speelt zich af in de Android-wereld. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. Wereld van Fantasy Flight Games. En het is een beetje een futuristische wereld, waar dat androids ook deel uitmaken van de maatschappij. In dit spel gaan de androids werk afnemen van de mensen, waardoor er weer problemen ontstaan. En wat is jouw functie in het spel? Je bent eigenlijk een megacorporation en je probeert er dan te profiteren. Het is een semi-coöperatief spel, want je probeert langs de ene zijde ervoor te zorgen dat de mensen niet te veel in opstand komen. Dat doe je gezamenlijk.
en dat de stad overeind blijft en dat de overheid niet komt ingrijpen in jullie ingesloten wereldje. Langs de andere kant probeer je er het beste uit te komen. En het coole aan dit spel vind ik vooral, je kiest in het begin, trekt een kaart en daar staat dan op welke corporation jouw arch enemy is, zou je kunnen zeggen. Dus ja, het enige doel voor u is op dat moment om meer punten te scoren dan die persoon. Wat de rest doet, dat boeit allemaal niet. En dat vind ik goed gevonden. Dus het is eigenlijk in eerste plaats een onderhandelspel. Het is niet een spel dat vaak op tafel komt, want het duurt ook wel al snel 3-4 uur. Dus het moet met de juiste groep zijn, best ook met zo dicht mogelijk bij het maximum aantal spelers aan. Dus het heeft een aantal factoren waardoor ik ook wel begrijp van het gaat nooit in de top 100 geraken van Board Game Geek. Maar het staat nu op 980 en vind ik toch wel aan de lage kant, want het zit echt al goed in elkaar. Ja, het klinkt echt heel als niet voor ons. Ja, inderdaad. Met originele thema's en originele spelmechanismen, dus klinkt goed. Ja, mooi. Nou, we hebben nog een wat simpele spel op nummer 6 staan en dat is Trackwords. En dat is echt een, nou ja, het concept van woordraden, zeg maar, zit daar ook in. Maar het heeft gewoon een hele leuke twist eraan, want je mag namelijk als tegenstander mag je een aantal woorden opschrijven die de andere persoon niet mag noemen tijdens het uitleggen. Dus op die manier kan het zijn dat je heel ingewikkeld uit moet leggen, omdat je natuurlijk niet weet welke woorden je niet mag noemen. Nee, precies. Dus echt voor de fans van 30 seconds, just one. Ja. Maar je hebt ook nog wat kaarten erbij, dat dus je soms bijvoorbeeld alles in één ademteug moet zeggen. En we merken gewoon dat die niet super populair is. Hij staat ook niet heel hoog in Board Game Geek. Terwijl het wel een heel leuke twist heeft. Dus ja, het is wel echt een leuke aanrader. Ja, zeker. Ik heb één keer gespeeld en ik vond het vooral interessant. Je moet op een zekere manier clever zijn en proberen cleverder te zijn dan de tegenstander. Want op een gegeven moment ga je zo een beetje verder denken dan normaal en dan gaan tegenstanders moeilijke woorden opschrijven en denken, misschien ga ik nu gewoon eens de eenvoudige woorden gebruiken die ze waarschijnlijk hebben opgeschreven, maar daardoor misschien net niet hebben opgeschreven. Ja, precies. Het is echt helemaal zo mindfuck met wat je nou moet doen. Even kijken. Terug een klein doosje. Welcome to the dungeon. Ah, ja. En een combinatie ook Welcome back to the dungeon, de uitbreiding. Of ja, die kun je ook alleen spelen. En wat ga je in het spel doen? Je gaat eigenlijk een dungeon betreden, maar wie van de spelers dat gaat betreden, dat is nog niet zeker eigenlijk. Iedereen gaat er monsters in gooien om beurten. Of je gaat een bepaalde held sturen en die heeft een aantal attributen die hij mag meenemen. Zoals een zwaard om bepaalde monsters neer te slaan. En dan kan je zeggen van, ja nee, dat zwaard dat ga ik eruit halen. En het is een soort van bluffspel, een push your own luck. Van hoe ver kunnen we gaan? En iedereen heeft maar gedeelde informatie van wat zit er nu eigenlijk echt in die dungeon. Want alle kaarten worden gedekt erop gespeeld. Maar je kan kijken naar de kaarten die jij in de dungeon steekt. Op een gegeven moment gaan mensen beginnen passen tot er één iemand overblijft. En die moet met de gezamenlijke held dus de dungeon betreden. En die moet alle monsters verslaan. Lukt dat? Dan heeft hij één succes behaald. Faalt hij, heeft hij één keer een wonde geleden, zal ik zeggen. Heb je twee wondes, lig je uit het spel. Heb je twee successen, heb je het spel gewonnen. Dus, klinkt heel leuk. Klinkt leuk, ja, leuk. Dit is echt heel leuk. En het zit goed in elkaar, vind ik. En ik vind het altijd een spannend spelletje om te spelen. Maar het staat slechts op 1001 op Board Game Geek. Oké, cool. Dus die zet ik op de lijst. Zeker. Zeker doen, ja. En componenten ook weer top, want het is van Yellow. Dus daar kunnen we niet over klagen. Hè. Was jullie 5? Nou. Oh, ik moest even kijken. Onze nummer 5 is Aeons End Legacy. Wij zijn heel erg gek op Legacy spellen. En Aeons End heeft een beetje wat weg van Marvel Champions. Het heeft een beetje, het is echt een deckbuilding spel. Mm-hmm. Maar het speelt zo ontzettend lekker weg. Het is misschien wel ons favoriete Legacy spel. Zeker. En het krijgt echt een super lage beoordeling. Mensen, of nee, niet per se lage beoordeling, maar het staat heel laag. Ja, het is nog niet heel erg bekend in de ranking inderdaad. Hij wordt wel goed beoordeeld, maar ja, nog niet bekend genoeg bij mensen. Nee. Terwijl, wij vinden denk ik echt de beste Legacy. We hebben ook Pandemic Legacy gedaan, maar dit speelt gewoon zo leuk. Je moet monsters verslaan en je hebt verschillende scenario's die je doorloopt.
Er zit een heel leuk doorlopend verhaal in en je bouwt je karakter op een mooie manier op. Dus ja, ik, als je van Legacy houdt, vind ik dit echt het nummer 1 die je moet proberen. Ik begrijp echt niet waarom ik zo laat. Ik ook niet. Misschien ook de nieuwe of zo, zou dat een reden kunnen zijn? Ja, hij is wel redelijk nieuw inderdaad, maar ik hoor er ook bij andere mensen niet echt iets over. Nee. Dus ik heb het idee dat hij ook niet echt doorkomt bij de massa of zo. Dus ja, daar heb je nogal wat aandacht nodig. Hij moet meer gepromoot worden. Oké, okay, dan zijn jullie goed mee bezig dan. Ja. Vier, ja. Het is een spel waar ik wel vaker terugkom in mijn top 10, omdat ik het zo'n tof puzzelspel vind, en dat is Scarabia. Oh, mooi. Het ziet er tof uit. Is ook nog niet zo heel oud, van 2018 zie ik. Staat maar op 2800. En dat vind ik een beetje een schande, want het is toch wel mijn favoriete puzzelspel. Boven andere als Berenpark, Patchwork, wat heb ik hier nog allemaal staan in mijn kasten. Omdat het is kort en krachtig, veel manieren om te spelen. Je kan het solo spelen, je kan het met twee spelen, heeft andere regels, eventueel als je dat zou willen. En je kan het tot vier spelen. Mooie componenten. Ook origineel qua, ja, je hebt het typische Tetris puzzel dat je moet maken. Maar hier ga je ook scarabeeën omsluiten. En je probeert omsloten gebieden te maken die maximum vier vakjes groot zijn. En dan voor iedere scarabee die daarin zit, scoor je punten. Dus het is niet zo gemakkelijk in het begin, maar ja, het zit gewoon goed in elkaar. En het leuke is ook, iedereen legt tegelijkertijd hetzelfde puzzelstukje. Dus het is een flip en puzzel. Flip en puzzel. Ja, een enorme, ik vind zelf met Patchwork niet super leuk, maar het is zo'n leuke twist erbij. Het klinkt wel een stuk beter in ieder geval. Nou, bij ons op nummer 4 staat een spel dat misschien wel wat bekender is, maar wat ons betreft nogal iets hoger mag. We hebben sinds kort ook de uitbreiding en dat voegt ook weer zoveel leuke dingen toe. Want dat is namelijk Dice Force. En hij krijgt wel een aardige beoordeling. Staat ook nog wel redelijk in de ranking. Maar wij vinden het zo origineel met het ophouden van de dobbelsteen. En wij vinden ook de herspeelbaarheid heel hoog met al die verschillende kaarten. Zeker. Dus ja, wat ons betreft mag hij nog wel hoger. Ja, we zijn helemaal verslaafd aan het spel. Je gaat dus je eigen dobbelsteen opbouwen. Dus het is eigenlijk niet deckbuilding, maar een soort van dicebuilding. Alle vlakken van de dobbelsteen zitten los en die kan je dus upgraden. En het is zo ontzettend leuk dat we het echt heel veel spelen en heel vaak erbij pakken. En de uitbreiding is ook echt heel leuk. En die voegt weer een heleboel leuke nieuwe elementen. Dus wij zijn hier nog wel eens in. Ja, die heb ik wel ook in mijn collectie. Maar het kan soms, de dobbelstenen, je kan zo een fantastische zijde erop plakken en dan... ik rol die niet en dat kan heel frustrerend zijn. En dus hangt het een beetje daarvan af of die vaak op tafel komt of niet. Ja, dat snap ik wel. Normaal gesproken houden wij daar ook niet van. En zijn we, de geluk moet eigenlijk zoveel mogelijk geëlimineerd worden uitspellen. Maar bij deze kan ik het juist heel erg waarderen. Ja, ik vind het ook leuk dat je twee dobbelstenen hebt. Dus dat je tactische keuzes kunt maken door één dobbelsteen voor de overwinningspunten en ander voor het geld. Of juist door elkaar een beetje. Is dat, al die keuzes maken, dat echt wel een topper, vind ik. Ja. Het speelt wel vlot ook, hè? Ja, nu denk ik een half uurtje met z'n tweeën. Ja. En ook wat meerder eigenlijk wel, je bent er zo mee klaar. Dus wat dat betreft komt het bij ons vaak op tafel. En het ziet er mooi uit. Nummer 3 is wel al een van mijn favoriete spellen ondertussen. Krijgt ook wel nog een relatief goede score, gemiddeld van 7. En staat net binnen de top 1000, maar dat is niet hoog genoeg voor mij. Paper Tales. Vergeet Seven Wonders. Dit is eigenlijk het drafting spel dat je moet hebben, vind ik. Het is niet zo heel intuïtief, dan kan ik het niet geven. Je gaat een kleine mini engine bouwen die bestaat uit 4 kaarten. En de 2 voorste kaarten gaan ook jouw aanvalskracht zijn waarmee je je buren kan aanvallen. Score je alleen maar punten mee, je doet hem geen pijn, dus het is niet echt in your face ofzo. Het is... Je moet wel een beetje letten wat anderen aan het doen zijn, maar je gaat elkaar niet te veel amateren, vind ik ook goed eraan. En dan ga je gebouwen bouwen die je special abilities gaan geven, waardoor je de volgende ronde misschien weer een heel andere manier naar je kaarten gaat kijken die je op handen hebt. Super spel, veel mensen vinden het ook wel leuk, maar het krijgt nog veel te weinig liefde wat mij betreft, dus mag gerust weer wat omhoog. Zeker nog met de uitbreiding erbij, dan kan je het... Soul spelen en ik geloof tot 7 mensen. De basisspel is tot 5 mensen.
Oké, klinkt heel goed. Klinkt goed. Ik vind ook de artwork op de voorkant van de doos is ook echt prachtig. Ja. Onze nummer 3, dat is, wij houden heel erg van detective spellen. En natuurlijk, de Chronicles of Crime en Detective, die zijn heel bekend. Maar deze niet. En dat is namelijk Sherlock Files. Okay. En dat is eigenlijk een soort kaartspelletje waar je om de beurt hints gaat spelen. En je mag niet alle hints uit je hand spelen. Dus het is heel tactisch nadenken welke hint heb ik wat aan en welke leg ik af. Dus ik vind het echt een heel leuke versie. Ja, dus de ene speler weet misschien wel meer dan de andere. Of die weet weer andere dingen. En je moet elke keer bekijken, ga ik dit delen met de ander? Of is dit niet belangrijk genoeg en kan ik dit ook afleggen? Maar dan mag je het dus niet zomaar vertellen. Dus het kan best wel zijn dat je iets belangrijks aflegt. Omdat jij natuurlijk weer niet weet wat de ander weet. Inderdaad. Is het coöperatief? Het is coöperatief, ja, inderdaad. En er zitten 3 casussen in, dus het is ook wel zo, zeg maar, als je het eenmaal het verhaal kent, dan kun je niet vaker spelen, dus dat is wel een nadeel. Maar het is een relatief goedkoop detective spel dat heel simpel speelt met telkens eigenlijk het neerleggen van kaarten. Ja, en ik vind het verhaal is gewoon heel tof wat erin zit, dus dat is eigenlijk wel leuk gedaan. Zeker. Klinkt als iets voor mij. Nummer 2 staat bij mij een spel dat ik niet bij de hand heb, want ik heb het niet meer. En dat is misschien gek, maar het is een verhaal dat erin zit en je gaat het eigenlijk dus maar 1 of 2 keer spelen. En dat is Choose Your Own Adventure, en in dit geval House of Danger. Er zijn ondertussen al 2 versies, er is ook War with the Evil Power Master. Heel andere, ja, het een speelt zich af in een haunted house en het ander in de ruimte. Maakt niet uit welke je koopt, hangt een beetje vanaf wat je voorkeur is. Het is eigenlijk grotendeels een verhaal met spelelementen. Waar dat je af en toe gaat zeggen van oké, ik ga een dobbelsteen rollen of ik ga een keuze maken en die gaat mij, dan krijg ik een item of zo. Het zit heel goed in elkaar en het heeft zo'n beetje de 80s vibe. Want als je de doos ziet staan, denk je oké, dat ziet er een oud spel uit de jaren stilletjes. En ik ben er echt heel van hard van verbaasd hoe zeer ik hier fan van was eigenlijk. Maar het krijgt maar een gemiddelde score van 6,5. Dat valt dik tegen, vind ik. Is dit coöperatief? Dit is coöperatief. Ik heb hem ook solo gespeeld, dus beide zijn mogelijk. Maar ik zou aanraden 2 maximum. Goed, aanrader. Klinkt goed, wil ik ook spelen. Ja, schrijf op de lijst. Ja, bij ons op nummer 2 staat een spel dat vorig jaar is uitgekomen. En dat is Living Planet. Ik weet niet of je het kent. Ik heb hem wel zien passeren, maar ik heb hem nog niet gespeeld. Echt underrated, want het is een heel goed spel. Ja, er zit echt heel veel in. Je hebt een handelsaspect erin. Je gaat ook een planeet eigenlijk neerleggen. Je kunt ook elkaar een beetje lastigvallen eigenlijk. Zeker. Door bepaalde rampen over de planeet te laten trekken die je op een bepaalde manier kunt sturen. Ja, en dus dat handelsaspect is heel sterk. Er zit heel veel in eigenlijk. Het is wel echt een expertspel. Maar bij ons komt hij heel vaak op tafel omdat hij gewoon heel soepel speelt, ook met 2 spelers. Ja, en die interactie is natuurlijk, want je kan elkaar dus echt een beetje trekken, bepaalde rampen over de planeten laten gaan. Ja. En dat maakt het wel echt extra uniek, vind ik. Absoluut. Wat is het spelmechanisme of zo? Ja, je hebt dus een stuk drafting, dus je pakt elke keer een tegel als je deze voor de actie ontdekken kiest, waardoor je nieuwe plekken op de planeet ontdekt. Je moet huizen gaan bouwen, ik weet niet of het echt huizen zijn, maar in ieder geval dingen gaan bouwen waardoor je nieuwe grondstoffen krijgt. En die moet je weer gaan verhandelen om weer meer geld te krijgen. Ja, en het leuke is, je hebt 6 handkaarten, waar de getallen 1 tot 6 op staan. En als je een 6 speelt, dan mag je sommige acties 6 keer uitvoeren. En als je een 1 speelt, mag je ze maar 1 keer uitvoeren. En je al die kaarten wel neerleggen. Dus het is heel praktisch dat je denkt, waar speel ik een 3? Dan vind ik het goed dat ik bijvoorbeeld maar 3 nieuwe tegels mag pakken. En waar speel ik juist een hoger plan? Er zitten heel veel tactische keuzes in. En daarnaast is de actieve speler ook degene die bepaalt wat de volgorde is van de mensen die aan de beurt zijn. Oké, klinkt heel interessant eigenlijk. Dit ja, dat is het ja. Dit gaat voor ons beiden een dure top 10 worden als we zo zoveel leuke dingen horen. Ja, want wat staat er bij jou op de nummer 1? Wel, eigenlijk had ik het op 2 moeten zetten, want het is runner-up. Ah. Ken je een spelletje? Nee, niet eens. Het is een spelletje waarbij je tweede moet eindigen. Het is een soort van race.
Helaas scoort het qua algemene rating maar een 6, maar bij mij is het toch wel een van mijn favoriete knotsgekke race-spelletjes. Ik heb er nog wel eentje gehad wel, maar ik hou daar precies wel van. Je hebt handkaarten met cijfertjes op van min 4 tot plus 4, of tot plus 5 zelfs. En iedere beurt gaat iedereen een kaart kiezen en die ofwel voor zichzelf leggen ofwel voor een tegenstander. En daarmee gaan pionnetjes voor en achterwaarts bewegen. Het heeft tot doel om als tweede te eindigen, want dan scoor je punten. Ja? Oh, cool! Ja, tof. Maar de twist moet misschien nog komen, want als je hebt vijf handkaarten geloof ik, als die vijf kaarten op zijn, dan gaan we kijken wie staat er de tweede, die scoort punten. Maar dat geheel ga je vijf keer herhalen. Dus je begint allemaal terug op 0, krijg je terug vijf kaarten. En uiteindelijk in de totaalranking moet je ook tweede staan. Oeh. Als je het eerste spelletje wint en je scoort 3 punten, zeg maar, dan sta je het eerste in de ranking. Maar dan zijn alle andere spelers hebben die gewonnen op het einde van het spel, als dat de situatie zou zijn. Oh, wauw. Ja, dat is echt een moeilijke twist. Ja, dat denk ik. En ik vind het vooral zo'n goed spel, omdat het tot die laatste kaart is het spannend iedere ronde. Je weet niet zeker wie gaat er tweede eindigen. Je hebt soms ook bitter weinig in de hand, doordat jij wel denkt van haha, ik ga dat bij die spelen, maar nog 3 andere mensen spelen daar ook een kaart, waardoor die toch in de andere richting beweegt dan jij voor ogen had. Maar ja, het is gewoon ja, knotsgekke fun eigenlijk. Ah, tof, daar waren we ook wel zo'n knotsgek spel als nummer 1, hè? Inderdaad, en die is waarschijnlijk wel bekend, maar krijgt, vinden wij, een te lage beoordeling. En wij vinden dat de leukste variant van alle spellen die er in deze serie zijn. En dat is Eén Nacht Weerwolven. Ja, wel, die waarschijnlijk ben je Weerwolven wel, maar deze heeft een twist. Ja, want je kunt deze op het begin met z'n drieën al spelen, dus Weerwolven met z'n drieën is al tof. En er zitten heel veel kaarten in die ervoor zorgen dat de kaarten veranderd worden. Dus dat je zelf ook niet meer weet wat voor rol je hebt. Want het spel duurt maar 1 nacht, dus het duurt echt maar een kwartiertje. Ja. En in die nacht moet je dus achter proberen te komen wie de weerwolf is. Omdat je soms zelf niet weet wie je bent, moet je echt op anderen vertrouwen dat zij met jouw kaart gedaan kunnen hebben. Waardoor je weer een andere rol gekregen hebt. Dus het is echt, nou ja, het is ongelooflijk moeilijk. Ja, zelfs de weerwolven weten nu niet meer of ze nou goed bezig zijn en of ze nog wel een weerwolf zijn. Dus je hebt geen idee wie wat is. Je moet echt van iedereen een puzzelstukje hebben om het totale plaatje compleet te krijgen. Maar ja, iedereen ligt de boel natuurlijk bij elkaar. Absoluut. Maar het is echt, ik denk, ons favoriete partyspel. Zeker. Wij nemen hem heel vaak mee ook. En omdat het ook zo kort duurt, komt hij er vaak op tafel te liggen. Ja. Ja, een dikke tip vinden wij. Zeker. En er gaat niemand dood aan, neem ik aan. Als het maar 1 nacht is. Ja, ja, nou ja, je kunt inderdaad de weerwolf natuurlijk, als je op de weerwolf stemt, dan winnen de dorpelingen weer inderdaad. Maar als je weer verkeerd stemt, wint weer een weerwolf. Je hebt soms ook zelfs karakters die dood willen. Dus die willen graag aangewezen worden. En als zij aangewezen worden, winnen zij weer. Dus het gaat helemaal door elkaar. Dus je gaat wel dood, maar niet zoals bij de weerwolven, dat als je dood bent, dat je niet meer meedoet. Want je blijft, het is maar 1 nacht, dus daarna is het klaar. Dus dat is het effect inderdaad. Oké, ja, maar dan vind ik het minste van weerwolven. Daardoor speel ik het eigenlijk niet zo graag. Ja, precies. En denk als je dan burger bent, of je zit heel lang te wachten en te kijken hoe de rest aan het spelen is, dat zeg maar alle nadelen van weerwolven, die zijn nu gewoon weg. Je hebt altijd een bepaalde rol. Je bent nooit saai. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Moet ik toch eens proberen dan. Ja, het duurt dus maar 10 minuten en je kan er zo met z'n drieën. Dus dat is echt top, waardoor je er veel sneller bij kan. Want het echte spel weer boven spelen, maar waar nooit. Nee, inderdaad. Dat is helemaal van de tafel geveegd hierdoor. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, leuke top 10. Zeker, jij ook. Ja. Jullie kwamen precies ook wel goed overeen, want jullie hem samen moeten opstellen. Ja, wij waren het eigenlijk wel behoorlijk eens, ja. Zeker. Wij zijn wel zo verschrikkelijk dat wij dezelfde spellen ook leuk vinden meestal. Maar goed, dan zullen we maar afronden. Bedankt voor het kijken. Bedankt om dit samen te willen doen. Zeker, insights. En tot de volgende keer dan, hoop ik. Doei! Tot ziens!